Welkom bij Motoren TV. Ik ben Maurits Pieterson en met mijn oudste zoon trekken we de komende dagen door de Balkan. Vanochtend vertrokken uit Novi Sad en vandaag zitten we in Roemenië bij, hoe heet het kasteel ook alweer? Corvin Castle. Het ziet er prachtig uit. We gaan even naar binnen om te kijken hoe het is. Oh ja, vandaag ook nog even aardig doorgereden, want met 36 graden is het net iets aan de warme kant. Maar ook op de snelweg bleef het heet hoor. Er zat gewoon iemand met een föhn voor me. De legende van deze bron is dat hier 3 Turkse gevangenen waren. En de koning die zei, als jullie hier een bron graven, dan laat ik jullie vrij. 28 jaar hebben ze hier gegraven, door de rotsen heen, totdat ze aan water kwamen. Helaas, ondertussen was de koning overleden. En de koningin, die respecteerde niet wat de koning had gezegd. En wilde zelfs de Turken ter dood veroordelen. De Turken antwoordden daarop: dan willen wij in de bron een inscriptie maken. Je hebt water, maar je hebt geen ziel. Dat werd niet goedgekeurd. En uiteindelijk hebben ze mogen schrijven: Hassan heeft hier de put gegraven met 2 vrienden. En daarmee was het klaar. Helaas, ter dood veroordeeld. En zo zie je maar, mondelinge afspraken, die zijn niet zoveel waard. De dag zit er weer op, de zon zakt. Wij gaan zo de mandjes in. Kleine 390 kilometer gestuurd. Oh, komt de tegenligger aan. Even opletten hier. En morgen gaan we nog veel meer sturen. Want ik weet waar we naartoe gaan. We gaan naar Transfaghar-Rassan. Dat klinkt net zo spannend als dat het is. Morgen meer. Dit was Motorrit TV.